Altijd blij hier terug te zijn. En heel blij dat ik weer gevraagd ben dat ik iets mocht doen. En ik had iets over, niet over mezelf hoor, ik had niks van mezelf. Maar over een Amerikaanse dichter, want het gaat tenslotte om de woorden waar we allemaal gek op zijn. En ik ben gek geworden op de woorden van die man en die heet Billy Collins. Dus het is niet mijn boek, maar ik heb die gedichten vertaald en ik vertel wat over die vertalingen en iets over die man wat ik daarvan vind. En ik vroeg van tevoren aan de volle zaal, en dat zijn er, nou, wat zijn het er dan, 250 of zo, hè? Die zijn kleine zaal. Ja, dat waren erg veel. Ja, en ik vroeg, en dat vond ik eigenlijk zo fijn, hoewel het raar klinkt, kent iemand Billy Collins? En ik hoop dat de mensen over een jaar zullen zeggen, allemaal, hand omhoog. Maar nu was er achteraan één man die zei, ja, ik. Dus dan is het boek, heeft nut, hè? Dat het nog, hij bekend nog moet worden. Het was één man, die zei het. Het is heel raar, want hij was bijvoorbeeld de Poet Laureate, dichter des Vaderlands in Amerika, van 2003 tot 2006. Maar hij is nooit overgestoken naar hier. Het is een rare kluizenaarachtige man. Dus ik hoop, omdat ik een fan ben van die Billy Collins, dat ik hem in Nederland een beetje bekend kan maken.